Er is nu wel echt een unieke kans in Europa. We zien echt wel dat er een nieuwe wind waait. En dat het voor het eerst echt wel een hele reële kans is dat er een centrumrechtse meerderheid gaat ontstaan in het Europees parlement. Dus het is ook wel van belang dat mensen gaan stemmen als je commentaar hebt op de Europese Unie. Je zegt, wij willen het liefst terug naar een Europese Unie, wat wij eigenlijk met z'n allen willen, namelijk een economische handelsunie die vooral gaat over handel en al die vervelende regels aan de weglaat en vooral veel aan de lidstaten overlaat. Ja, dan moeten mensen toch wel gaan stemmen, want die stem moet gehoord worden, want de meerderheid van de Nederlanders wil dat. Maar Nederlanders denken misschien wel, of onze kijkers die denken van ja, maar Nederland heeft maar ongeveer iets meer rond de 30 zetels in het Europarlement. Ze zitten daar met z'n 750, kan stemmen wat ik wil, heeft toch geen zin. Nou, kijk, iedere stem telt. En uiteindelijk, als je toch ook maar een klein beetje... Kijk, in het Europese parlement komt het vaak aan, zie ik regelmatig op mijn stemkastje, op 1, 2, 3 stemmen verschil. Zo spannend is het? Ja, zo spannend kan het zijn. Dus het is echt van belang dat mensen gaan stemmen. En gaan stemmen op een partij die dicht bij hun staat. Ja, jij doet mee voor jaar 21, ook dat wil ik netjes genoemd hebben. Merk je nu eigenlijk al wat van... Je hebt het over die rechtse wind die toch waar, dat het nu echt verandering kan komen. Merk je daar nu al wat van, dat er... Ja, dat het daarover gaat, of dat maatregelen dan toch nu anders uitpakken? Ja, we zien dat de Europese Commissie met aan het hoofd Ursula von der Leyen eigenlijk de afgelopen 5 jaar over links is gegaan. Dus die gingen telkens op zoek naar een linkse meerderheid. En je ziet nu al, omdat ze ook wel aanvoelen dat er een rechtse wind gaat waaien door Europa, dat ze al een beetje probeert te anticiperen op die rechtse meerderheid en een aantal wetten al aan het terugtrekken is of afzwakken. En noem eens wat. Waar moet ik dan aan denken? Ik zag iets bijvoorbeeld over de boeren. Dat de boeren na alle protesten in Brussel... De natuurherstelwet, ja. Hè? Natuurherstelwet zijn grote dingen. Die komen bij de EU vandaan. Dus ook daar mogen we ons over uitspreken op 6 juni. Maar die boeren die hebben hun zin gekregen, want de Europese Commissie die wil dingen niet meer verplichten. Maar die hebben dus toch gas teruggenomen. Ja, we zien het inderdaad bij de natuurherstelwet die op het allerlaatste moment nu in de la is geschoven. Is wel eigenlijk in het parlement, het Europees parlement, wel goedgekeurd. En dan alsnog... Ja, zijn de lidstaten hebben daar een stok voor gestoken. Ik vind het wel ik vind echt een issue, hoor. Ja, ik ben zelf natuurboer, dus ik weet... Ik sta ook wel degelijk aan de kant van de natuur, zou ik maar zeggen, met mijn verhaal. Maar ik ben pist op links dat ze het zo drammerig en met existentiële bedreigingen voor de boerenstand zo ver hebben laten komen. Dat voor mijn gevoel is bij boeren en ook veel burgers en vissers eigenlijk het draagvlak van natuur daardoor ondermijnd. Dat is waar ik ben zelf van huis uit, kom ik uit de linkse, niet de linkse kerk, zo heb ik het ooit gevoeld. Ik was oprecht klassiek, een beetje oud-links. Ik voel me compleet hallucinerend vervreemd op dit moment. Hè. Ik zit ook niet voor niks hier waarschijnlijk. Ja. Maar goed, ik vind dit een van de ergste elementen. Dat zo'n natuurherstelwet heeft eigenlijk het hele draagvlak van de moeten wel degelijk wat aan die natuur doen. En laat even duidelijk zijn, die hele biodiversiteit, insecten, vlinders. Het is gewoon, dat is echt rampzalig. Dus, maar goed, ja, toch ben ik blij dat die natuurherstelwet van tafel is. En dan zie je wel een effect. Ja. Nou, ik ga even door. Zie je dat ook bij de Green Deal terug? Mag ik dat even vragen? Nou ja, je ziet nu bijvoorbeeld wel al dat de commissie zelf wetsvoorstellen aan het terugtrekken is. Dus ze hadden bijvoorbeeld een wetsvoorstel voor volgens mij de halvering van de pesticiden in 2030. Nou, die is dan ook weer teruggetrokken. Strenge regels. Dat vind ik dat wel heel ernstig. Strenge regels voor subsidieaanvragen, die worden dan weer wat versoepeld en minder bureaucratisch. Dus ze zijn wel echt wel bezig om die boeren wat meer in het zadel te helpen. Like en volg ons. En abonneer je ook even op ons YouTube-kanaal.